Welkom, lief mens. Ik ben Christel. Dank je dat je samen met mij even wil afstemmen op wat de energie van de huidige leeuwenpoort ons te vertellen geeft. De leeuwenpoort kunnen we vergelijken met een moment waarop we even onze wegenkaart ter hand nemen, om te kijken waar we nu op dit moment zijn, van waar we gekomen zijn en waar we naartoe willen gaan. Het schenkt ons een blik op ons persoonlijk en collectief ascensieproces, dat we kunnen vergelijken met opstijgende of optillende levenskracht, of transformerende vuurkracht, of het ontwakingsproces. Geen wonder dat de woorden Rise and Shine, sta op en schitter, als de aanwezige energie op ons levenspad komt, als een manier waarop we ons kunnen herpositioneren. In de woorden, sta op, schuilt een kracht om gehoor te geven aan de uitnodiging om wakker te worden, om onze ogen te openen, zodat we kunnen zien wat komt, wat gebeurt. Het is een opwekkende boodschap die ons tot getuige maakt van de eerste glimpen van het aanbreken van een nieuwe dag, met zijn zon van gerechtigheid. De doorbraak van deze nieuwe dageraad, dat zijn licht geeft en doorgeeft, is schitterend en goed nieuws. Meer nog, het zal mede ook aan ons zijn om dat goede nieuws te verspreiden en bekend te maken, vanuit het delen van wat we mogen zien en ervaren. We kunnen ons in een periode bevinden waarbinnen een tijd is aangebroken, waar zaken in beweging komen en waarin alles in grote snelheid zal en kan gebeuren. De oproep van de huidige leeuwenpoort is er een van: open je ogen, zie wat er gebeurt, verwonder je erover. Ook al is het voor menig onder ons nog een blik in de toekomst, in de richting van de avondloze dag, waarvan sprake is in het boek Openbaring. Toch vertelt het ons nu reeds over het komen van een krachtig toekomstperspectief. Een visioen van een totaal veranderde wereld met ongekende kracht in alle opzichten wereldwijd. Alles wijst in de richting dat deze toekomststroom nu reeds begint om met wonderlijke daadkracht werkelijkheid te worden. Een radicale vernieuwing zit er aan te komen. We hebben geleerd van onze ervaringen en dat zal ons helpen om dwars doorheen de energie van het ascensieproces te stappen, die deze leeuwenpoort voor ons met zich meebrengt. Om verdere vooruitgang te maken, is het zich afstemmen, het begrijpen en integreren van de leeuwenpoortenergie van groot belang. Het doel van het ascensieproces is in feite het terugbrengen van iedereen en alles naar een staat van liefde en harmonie en om onze planeet Aarde en wij mensen persoonlijk en collectief te helpen bij het ontwikkelen van onze gaven en kwaliteiten. Onze ervaringen hebben ons grote levenslessen en uitdagingen gebracht en bereiden ons voor op een overgang van innerlijke en uiterlijke ascensie, waar we een niveau van angst overstijgen om opnieuw binnen te treden in de paradijselijke staat van harmonie en balans, van liefde en vertrouwen, van heling en eenworden, met de hogere grond van het heiligdom van ons hart en onze ziel. Nu zijn we in staat om ons op een nieuwe manier te concentreren en het aanwezige licht binnen onszelf, in en om ons heen aan te bieden en te verspreiden. Ontwaken is een alchemistisch omzettingsproces. Het binnenkomen van de leeuwenpoortenergie in ons leven kan bijdragen tot het gebeuren van een omzetting of versmelting
van twee polen, gisteren en morgen, van negatieve en positieve energie. Wat is geweest, kunnen we niet meer veranderen. Wat komt, kunnen we wel beïnvloeden, veranderen. En dat kan voor een beweging zorgen, zodat we onze reis naar omhoog, ons ascensieproces kunnen realiseren en waarmaken. Ascenderen is verbonden met transformatie, van gedaante veranderen, angsten, trauma's en oude pijn verdwijnen in een smeltkroes. Dat zorgt voor het ontstaan van een nieuwe opening, een nieuw bewustzijn, waarbij onbewuste beperktheden gezuiverd worden en bevrijdend bewustzijn worden. Het slapen wordt een wakker worden, beperkingen verdwijnen en maken plaats voor de bewustwording van het zich steeds meer bewust worden en gaan realiseren van wie we werkelijk zijn. Het voortdurend reinigingsproces leidt naar de reiniging van de gewijde tempel die we zijn en naar helende, verzoenende eenwording en inzichten en bevrijdt ons gaandeweg van bestaand karma. Dat proces, gisteren, oud karma, naar morgen, nieuw karma, dient op een juiste manier te gebeuren en is een langzaam en geleidelijk proces. Wanneer dat proces in beweging is, kan het ons nare trauma's laten zien en ons confronteren met pijnlijke zaken. Het is voor ons belangrijk te weten waar we mee te maken hebben, het proces te begrijpen en hierin onze eigen unieke levensweg te volgen. Door onze eigen unieke levensweg te volgen, lopen we het pad van onze voorouders en van de mensheid. Allen zijn we immers verbonden met de beginnende oerkracht, weerspiegeld in ons DNA. Ons DNA bevat wijsheid en kennis, herbergt het eeuwenoude pad naar binnen, naar ons centrum en naar onze essentie van wie we werkelijk zijn. In ons centrum kunnen we stilstaan, landen bij wie we zijn en vinden wat we willen weten over de wensen, opdrachten en wat we willen bereiken in ons leven, omdat het bij ons past of ons ten diepste gelukkig maakt. Vanuit de beleving van het eeuwenoude symbool van de leeuwenpoort stappen we weer de werkelijke wereld in. Ons levenspad verloopt niet perfect. Wanneer we niet zozeer in contact zijn met ons centrum, ons hart, kunnen we in contact komen met de kracht van een wervelwind in het leven, die chaos kan veroorzaken. Het zijn juist de afwijkingen, ervaringen en obstakels in ons leven die ons leven bijzonder maken en ons een pad van heling, herstel en harmonie aanreiken. Houden we even het beeld van de navelstreng, een DNA-streng voor ogen, die ons verbinding heeft met de moeder, vanuit de baarmoeder, die in verband gebracht wordt met water, kracht en ruimte voor beweging. Geboren worden is een wedergeboorte, voelt als een verlaten, afgescheiden worden van en creëert meteen weer ruimte om zich op een nieuwe manier terug verbonden te leren voelen. Het Waterman-tijdperk versterkt de beweging van het aanbreken van een nieuwe dag, een nieuwe dageraad, een nieuw tijdperk waarbinnen vrijheid, scheppingskracht, verbinding en het luisteren naar onze eigen innerlijke wijsheid steeds belangrijker gaan worden. We nemen zelf het leven terug in handen en gaan van reactie naar creatie en manifestatie.
In plaats van dingen op een ander te blijven projecteren, kan men het omzetten naar creatie door eigen verantwoordelijkheid te nemen. Dat noemt wakker worden, bewust worden. Dit roept ons op tot verantwoordelijkheid en nodigt ons om op te staan, wakker te worden en bewust te worden van ons eigen krachtcentrum, ons eigen innerlijk licht en om ons te verbinden met de levenskracht die door ons heen stroomt. Het is alleen nog een kwestie van tijd, de juiste tijd. Doch het hek is al van de dam, de vernieuwing is al ingezet en is niet te stoppen. Het is de weg van ons hart die ons begeleidt naar universele eenheid en balans. Deze tendens wordt steeds meer zichtbaar en zal leiden naar het zoeken en vinden, het samenkomen van mensen. Voor sommigen lijkt het al of bijna zover. Voor anderen komt tegelijkertijd de nadruk misschien te liggen op het gegeven dat het nog steeds niet zover is. Wat als we samen nog even horen te wachten, verwachten, met andere woorden, vol te houden, uit te houden, zolang het er nog niet helemaal is. We bevinden ons immers met alles en allen in een voortdurende verandering en evolutie. Soms worstelen we met het gevoel dat er niets is dat we kunnen doen om de loop van gebeurtenissen te veranderen. We kunnen onszelf afgesneden voelen van de natuurlijke stroom van het leven, bewegingen ervaren waar het hart ontbreekt, wat kan leiden naar depressie, een gebrek aan motivatie, een gevoel van zinloosheid, grenzend aan wanhoop. Datgene wat ooit betekenis had, een doel was, vreugde gaf, kan zijn glans verloren zijn en leeg voelen. Onrust en financiële zorgen kunnen toenemen. Sommige van deze veranderingen kunnen niet tegengehouden worden. Wel kunnen we collectief en individueel actie ondernemen en kunnen destructieve vormen verzacht of verlicht worden. Het komt erop aan om ons doorheen deze veranderingen te navigeren, ons te herpositioneren, om voorbij onze koppigheid te stappen en bereid gevonden te worden om de nodige veranderingen te bewerkstelligen, eerst in eigen leven en vervolgens op collectief vlak. Hoe onszelf omhoog tillen, hoe opstaan, wanneer de vaste grond onder onze voeten lijkt weg te zakken en we onszelf, het leven, lijken te verliezen. Hoe leven in een wereld die verkeert in de beginfase van het proces van het worden van een nieuwe wereld die er nu nog niet volop is? Hoe kunnen we moed vinden om niet toe te geven aan het verliezen van onze kracht? En hoe kunnen we een manier vinden om aan kracht te winnen, vooruitgang te maken, zelfs midden in een periode van toenemende chaos, moeilijkheden en bedreigende ellende? Niet de situatie waarin we ons bevinden is bepalend, wel de manier hoe we naar de situatie kijken en ermee omgaan. Ons kijken, ons zien, bepaalt of we ons al dan niet beperkt of vrij voelen. We kunnen altijd een nieuwe weg, een nieuwe manier van leven banen en dwars doorheen de ons opgelegde werkelijkheid stappen. De leeuwenpoort vormt een poort, een deur, een doorgang tussen ons en een interdimensionele realiteit. Deze poort kan ons leiden naar interactie met de problemen van onze planeet Aarde, van de mensheid,
en kan ons tegelijkertijd helpen om nieuwe manieren te ontdekken, om problemen op te lossen die voorbij de grenzen van ons huidig denken liggen. Het is onze keuze die beslist of we voor deuren kiezen die toestaan dat we beïnvloed worden door leugens en manipulatie, en dat onze medewerking verleent aan catastrofale omstandigheden, of we kiezen deuren die ons leiden naar een totaal nieuwe of andere bestemming. Anderen om ons heen kunnen andere doorgangen binnengaan. Het goede nieuws is, we kunnen deuren kiezen die ons leiden naar vreugde en blijdschap, zelfs wanneer anderen deuren kiezen die hen leiden naar wanhoop en verdriet. Ook de deur van paniek, de deur van schuld of de deur van nieuwsgierigheid zijn deuren waarover we beschikken om uit te kiezen. Als we kiezen voor de deur van nieuwsgierigheid, zie hoe het woord nieuwsgierigheid het woord nieuws omvat, openen we onszelf voor nieuwe mogelijkheden en voor de volgende stap die mogelijk wordt en is. Dan kiezen we ervoor om ons niet te laten beperken door paniek, wanhoop, verdriet, boosheid of schuld, ook al kunnen ze af en toe nog de kop opsteken. Maar blijven we gefocust midden in de chaos van de situatie, waardoor we veel sneller nieuwe oplossingen kunnen vinden voor de moeilijkheden die zich voordoen. Het stelt ons in staat om de perceptie van de tijd te doorbreken en op het spoor te komen van een levendig toekomstvisioen. Staan wij voldoende in onze leeuwenkracht om het pad van onze eigen unieke levensweg te volgen, dat geschiedt via onze persoonlijke intenties en ons handelen? Bevrijden we onszelf van beperkt denken, beperkt perspectief, beperkt handelen? Worden we wakker van onze eeuwenlange slaap? Wezen we niet langer een gevangene van ontmoediging en illusie? Voelen we ons niet langer geïsoleerd en apart gezet, beroofd van een toekomst vol belofte? Zeggen we nee aan onszelf, slachtoffer voelen van omstandigheden? Want dan zijn we immers een makkelijke prooi voor een leven waar we onze kracht uit handen geven en anderen in controle laten zijn over ons leven. Verzamelen we alles wat nodig is om op te staan, dan kunnen we onszelf en elkaar, ja de gehele mensheid en onze planeet Aarde, hulp en nabijheid betonen en schitteren door de nieuwe manieren waarop we onszelf en elkaar tegemoet kunnen treden vanuit een waarachtige, diepe, krachtige en helende verbinding. Door het goede in onszelf te verbinden met het goede van anderen, kunnen nieuwe verbindingen ontstaan en nieuwe deuren zichzelf openbaren en kan onze totale leefwereld zich ten goede transformeren. Nemen we het heft in handen en belichamen we de woorden Rise and Shine, sta op en schitter. Dat is alles wat nodig is om onze situatie te veranderen, een beweging in ons bewustzijn. Wanneer we op deze frequentie, op deze hoge trilling verder gaan, komen er enorme krachten in ons vrij, die onze reactie steeds meer zal laten overgellen naar een bewuste creatie vanuit een ons geschonken en toevertrouwd, oneindig, overvloedig potentieel. Graag nodig ik je uit om ook deel 2 van de energie van de Leeuwenpoort te beluisteren. Dit eerste deel wil ik alvast eindigen met een prachtige uitspraak toegekend aan Maria Magdalena. Ware transformatie vereist geen hoop en beweegt zelfs
in wanhoop. Namaste.